Hey allemaal, in deze video deel ik mijn ervaring met de app Starterun. Ik ben hiermee beginnen lopen en ik had hiervoor 0,0 ervaring op het gebied van sporten. Met de app ben ik mijn conditie beginnen verbeteren en kan ik nu 5 kilometer aan het stuk lopen. En ik ga mijn ervaring met de app met jullie delen. Voor we beginnen met de video wil ik jullie vragen om op de rode knop te drukken en te abonneren. Want het helpt mij enorm als je eventjes op de abonneerknop klikt en ook als je mijn video een like geeft. Dat zou ik echt super hard waarderen. En dan ga ik nu beginnen met het uitleggen van de app. Ik deel mijn ervaring en ik ga ook enkele tips geven om gemotiveerd te blijven om te lopen. Starterun is een app van Evi Gruijaert en de app ziet er zo uit. Het is een app met verschillende loopschema's en de app gaat je begeleiden om je conditie op te bouwen zodat je een bepaald aantal kilometers aan een stuk kan lopen. Zelfs zonder sportervaring kan je de app gebruiken. Ik denk dat het handig is dat ik begin met de verschillende loopschema's aan jullie uit te leggen. De app biedt dus verschillende loopschema's aan. Je hebt een loopschema om 5 kilometer te lopen, om 7,5 kilometer te lopen, 10 kilometer, 10 miles. Wat heb je nog allemaal? Even kijken. Een halve marathon en een marathon. Dus zelfs als je op een hoger niveau bent, kan je de loopschema's gebruiken. Ik heb enkele ervaring met het loopschema van de 5 kilometer, omdat ik hiermee ben begonnen lopen. En ik ga die eventjes aan jullie laten zien. Dit is het loopschema van de 5 kilometer. En dit bestaat uit 10 weken. En elke week word je verwacht om 3 keer te gaan lopen. Zoals je ziet moet ik in week 10 nog 2 trainingen afwerken en dan heb ik het helemaal gehaald. Maar ik wou deze video eventjes al filmen zodat ik mijn mening erover kon delen. Dus wat je doet als je wil gaan lopen is de app erbij nemen, selecteren in welke week je zit, welke les je zit. De app houdt dat trouwens ook allemaal voor jou bij. En dan klik je gewoon op starten en dan kan je gewoon beginnen met lopen. Om je conditie op te bouwen is het belangrijk dat je wandelen afwisselt met lopen. Zo kan je het rustig opbouwen, ga je je niet overhaasten en ga je ook merken dat het elke week beter en beter gaat, omdat je je conditie langzaam maar zeker begint op te bouwen. Dat vind ik zelf heel fijn, want heel vaak heb ik zoiets van ik wil 5 kilometer lopen en als ik daar zonder een plan aan begin, dan ga ik gewoon proberen 5 kilometer in één stuk te lopen en dan ga ik misschien halverwege merken dat het niet lukt en dan is dat eigenlijk totaal niet motiverend. Terwijl met deze app is het zo opgebouwd dat echt iedereen het aan kan en dat je het gewoon rustig kan opbouwen. De eerste paar lessen ga je bijvoorbeeld 1 à 2 minuten lopen en dan 1 à 2 minuten wandelen en zo bouw je het elke week op en op en op. Op het einde van het loopschema kan je dan 5 kilometer aan een stuk lopen zonder dat je jezelf hebt geforceerd en dat vind ik echt een heel belangrijke, want ik heb zelf totaal geen ervaring op het gebied van sporten en ik heb echt iemand nodig die mij daarin begeleidt en dat is eigenlijk wat de app voor mij doet. Het zorgt ervoor dat ik echt zie dat ik aan mijn conditie aan het werken ben. Elke keer na een loopsessie ben ik ervan verbaasd dat het lukt om te lopen en dat ik eigenlijk niet echt buiten adem ben. Gewoon ook dat ik het aantal minuten dat ik moet lopen, dat ik dat aan kan zonder dat het te zwaar is. Er zijn wel enkele heel moeilijke momenten geweest. Vooral in het midden van het traject had ik zoiets van, oh, dit is echt zo zwaar. En ik snapte niet zo goed dat het kwam. En een bepaalde week beviel me echt heel zwaar. Toen ben ik zelf een paar tips beginnen opzoeken en ben ik die gaan toepassen. Een van die tips was om echt te letten op uw ademhaling. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik veel rustiger tijdens het lopen ging ademen. Ik had eigenlijk de neiging om te veel te willen ademhalen, waardoor ik op den duur gewoon geen tijd meer had om constant te blijven ademhalen en was ik eigenlijk buiten adem. Door gewoon eventjes heel rustig op mijn ademhaling te letten en heel langzaam diep in en uit. Dat is echt een heel basic trucje, maar het werkt echt. Het heeft mij echt geholpen om de moeilijkere stukken door te geraken. Sinds ik dat ben gaan doen, gaat het eigenlijk vanzelf. Wanneer je gaat lopen met de app, hoor je dus de stem van Evi en die gaat je vertellen hoeveel kilometer je nog moet lopen, hoeveel kilometer je moet wandelen. Ook geeft Evi om de 5 minuten een update van hoeveel minuten je al hebt gelopen, hoeveel kilometer je hebt gelopen, hoeveel calorieën je al hebt verbrand. En tussendoor geeft ze ook nog handige tips.
En dat vind ik altijd wel heel handig, want elke keer hoor je iets nieuws en elke keer leer je wel weer iets bij. Of heb je zoiets van, ah ja, dat ga ik ook eens toepassen in de volgende sessie of de sessie waarmee je bezig bent. Verder is de app ook heel gebruiksvriendelijk. Je hebt echt heel veel verschillende loopsessies. Je kan ook kiezen welk loopschema je wil gebruiken. Er zijn ook onderhoudsbeurten in de app. Stel, je hebt 5 kilometer afgerond, dan kan je daarna een onderhoudsbeurt blijven volgen. Of je kan ook kiezen om je snelheid te verhogen en daarin gaat de app jou ook ondersteunen. Dus dat is iets waar ik het komende half jaar ga aan werken. Ik wil sneller lopen en dat ga ik met deze app doen. Je kan de app trouwens ook gebruiken met Spotify. Dus je kan ondertussen naar je favoriete muziek luisteren terwijl je aan het lopen bent. En als Evie dan iets gaat zeggen of iets aankondigen, dan gaat het geluid van Spotify stiller. Dus dat maakt het ook gewoon heel gebruiksvriendelijk, heel aangenaam om mee te gaan sporten. Voor mensen die starten met lopen is dat echt gewoon een heel fijne app, omdat je begeleiding hebt en je hebt iemand waarmee je kan gaan lopen. Dus zoals je wel kan merken, ben ik echt een grote fan van de app. Wat ik ook handig vind is dat de app super motiverend werkt. Dus zowel door de aanmoedigingen van Evie, maar ook omdat je alles kan bijhouden. Je kan ook medailles winnen. Dus elke keer als je je record verbetert, als je een langere afstand loopt of als je sneller loopt dan ooit, dan gaat de app je daarvoor belonen. En dat werkt gewoon heel motiverend, omdat je je vooruitgang ziet. En je kan de app ook verbinden met een andere app, Strava. Want ik weet dat heel veel mensen die gebruiken om wandelingen en zo te traceren. En dat kan je dus verbinden met Startrun, zodat je die twee kan combineren. Dus voilà, ik denk dat dat een beetje een opsomming is van hoe dat ik de app ervaar. En het heeft mij echt dus geholpen om 5 kilometer aan een stuk te kunnen lopen. Ik ben echt super trots op mezelf. Ik had nooit verwacht dat ik dat zou aankunnen, maar het is mij gelukt. Dus ik ben eigenlijk echt heel trots op mezelf dat ik 5 kilometer nu aan een stuk kan lopen. Nu ga ik mijn tempo opbouwen en daarna wil ik naar 10 kilometer. Dus ik kan de app zeker nog een tijdje gebruiken. Voor de rest wil ik nog enkele tips in deze video meegeven. Een van mijn belangrijkste tips is om echt te letten op uw ademhaling. Als je daarop let, ga je echt merken dat het lopen u makkelijker gaat afgaan. Een tweede tip is om echt te investeren in goede loopschoenen. Je wil natuurlijk geen blessures. Voor de rest is het natuurlijk ook leuk als je af en toe kan investeren in een nieuwe sportoutfit om te gaan lopen. Een andere tip die voor mij werkt is om op voorhand mijn route te bepalen, zodat ik weet hoe dat ik ga lopen, zodat ik onderweg geen beslissing moet nemen hoe dat ik wil lopen, welke route ik wil volgen. Op dat moment gaat dat gewoon tijd besparen en kan je concentreren op je ademhaling en op het lopen en hoef je niet meer na te denken van. Verder is het ook heel handig om goede muziek op te zetten. Dat maakt het lopen zoveel aangenamer als je gewoon leuke muziek op hebt. Je kan ook natuurlijk altijd luisteren naar een podcast. Dat is ook altijd leuk. Maak het lopen dus zo aangenaam mogelijk. En als laatste is mijn tip om een leuke sportoutfit aan te doen. Want ook al ga je gaan lopen, je wil er natuurlijk wel leuk uitzien. Dus het moment dat ik de 5 kilometer heb behaald, dan ga ik mezelf trakteren op een supermooi sportsetje dat ik heb gespot op Zalando. Af en toe moet je jezelf trakteren als je een doel behaalt. En een leuke sportoutfit maakt het natuurlijk veel leuker om te gaan sporten. En als laatste, misschien wel de belangrijkste tip om het vol te houden, is om in je agenda te plaatsen wanneer je wilt gaan lopen. En je moet je ook echt aan die afspraken houden. Ik zet in mijn agenda welke dagen ik in de week wil sporten. Ik plan mijn sportmomenten in op de momenten dat ik niks te doen heb. Ik kijk op voorhand van oké, wat heb ik die week gepland qua afspraken met vriendinnen? Ga ik ergens gaan eten? Ga ik niet gaan eten? Ben ik gewoon thuis? En op de momenten dat ik thuis ben, ga ik gaan lopen. Ik probeer 2 tot 3 keer in de week te sporten, maar als het dus een mindere week is en ik kan maar 1 keer gaan lopen, dan is het ook zo. Dat is allemaal niet zo erg. Je moet het gewoon een beetje zien hoe dat het past in je weekplanning. Maar zolang dat je blijft lopen en zolang dat je de motivatie vindt om je sportschoenen aan te doen, is het allemaal goed. Ook op momenten dat je even geen zin hebt, doe gewoon je sportkleding aan. En vaak als je die kleding aan hebt, dan heb je zoiets van oké, ik ga gaan lopen. Ik ga eventjes me-time nemen voor mezelf. Lopen helpt voor mij echt om mijn hoofd leeg te maken en om inzichten te krijgen die ik anders misschien niet zou zien. Dus dat is eigenlijk ook de reden waarom ik ga lopen.
gewoon een beetje voor een mentale steun. En ook gewoon omdat ik mezelf gezonder wil voelen. En voilà, dat was mijn video over hoe dat ik ben begonnen met lopen. Hoe dat ik de app Start to Run ervaar. En mijn tips om gemotiveerd te blijven. Ik hoop dat jullie iets uit deze video hebben gehaald. Laat het zeker weten in de comments. En dan wil ik jullie heel hard bedanken om te kijken. En dan zie ik jullie in een volgende video. Da-da!